Hallo allemaal, op de zijkant van deze molen staat de lijncapaciteit. En dat is bij deze molen 400 meter 35 honderdste. Daarom voorzie ik deze spoel van een nylon opvulling. Ik gebruik de spoelknoop om deze nylonlijn vast te knopen om de spoel van deze molen. Ik doe de lijn om de spoel heen. Ik ga achter deze lijn langs. En is hij zo. Dan wikkel ik 5 keer om deze lijn heen. Dan ga ik terug door dit oogje. Laten zien. Zo. En dan trek ik hem ietsje aan. Een beetje nat maken. Knoopje en aantrekken. Uiteinde knip een stukje vanaf. Dan doe ik het knoopje aan de onderkant van mijn spoel. Zorg wel dat het knoopje aan de goede kant van de as ligt, anders slip de vislijn door. En nu kan de spoelen van de opvullijn beginnen. Het spoelen van de opvullijn is klaar. Nu gaan we een vislijn bevestigen. En daar zijn twee manieren voor. De eerste manier is, pak een stukje tape over het uiteinde van je opvullijn. Zo. En met de spoelknoop knoop je de vislijn vast. Zo. Eén, twee, drie, vier, vijf keer draaien. Door het oogje heen. Beetje vochtig maken. En de knoop aantrekken. Nu is het los. Even om de spoel heen. Zo. Het uiteinde van deze knip je stukje vanaf. En het knoopje doe je aan de onderkant van je spoel. Je trekt hem aan. Dat is de eerste manier. De tweede manier is, we verbinden met de dubbele grindeknoop de vislijn aan het uiteinde van de opvullijn. En dat gaat als volgt. Twee lijnen naast elkaar. Dan maak je een lus. En door die lus wikkel je 5 keer je lijn. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Dan heb je hem zo. Ietsje aantrekken. En aan de andere kant doe je hetzelfde. Je maakt een lus. Eén. Twee. Drie. Vier. 5 keer. Zo. Ietsje aantrekken. Vochtig maken. Allebei de knoopjes. Aantrekken weer. En dan elkaar toeschuiven.
Deze knippen we kort af. Deze ook. En dit is de dubbele gerinner. Bevestig de molen aan de onderkant van een hengel. Nu kan het spoelen van je vislijn beginnen. Dan de nieuwe vislijn is klaar. Succes ermee!